Wij gaan naar de Halloween. We zijn met... Goedemorgen, het is zaterdag en ik heb lekker uitgeslapen, dus heerlijk, Sarah ook. Dus zo schattig, Sarah is aan het ontbijten. Maar die is een soort van picknick ontbijt in de woonkamer. Hé, Mop, met je baby. Oh, laat eens zien, jouw pyjama en je baby heeft dezelfde pyjama, hoe schattig is dat? Jullie matchen. Gedoucht, aangekleed, niet opgemaakt, daar had ik even nog geen zin in. Ik ga nu beginnen met deze kast. Eerst aan deze kant leeghalen, helemaal schoonmaken. Dan de andere kant, stap voor stap. Ja, even kijken hoe ver ik kom. Ik heb trouwens dit aan vandaag. Deze top is van Selected Femme. En deze ripkortbroek is van Benetton. Die is lekker wijd. Wel grappig, eerst had ik daar echt weer een hekel aan en nu vind ik het weer helemaal leuk. Nou, deze kant van de kast leeg. Het klinkt ook gelijk hol, echt zo grappig. Helemaal kapot ervan. Hele bed ligt helemaal afgeladen met onze spullen. Ik ga nu even goed stofzuigen, dweilen, want de vloer is natuurlijk gelijk ook leeg. En dan ga ik deze kant inruimen en dan ga ik daar dit allemaal leeghalen en dan ga ik dat allemaal schoonmaken. Ik denk eigenlijk... Ik dacht, dat doe ik vandaag wel, maar als ik het nu zo zie, heb ik het gevoel dat ik hier nog wel een dag of twee mee bezig ga zijn. Omdat ik het zo grondig ga doen. Zo grappig, ik heb klassieke muziek op staan. Sarah was net de Barbie-huis aan het opruimen, maar ze is thuis bezig in huis. Dus Sarah dacht, dan ga ik mijn Barbie-huis ook helemaal uitzoeken. Die heeft een complete chaos gemaakt hier, echt. Dit... Dat doet ze op klassieke muziek, want dat geeft rust met opruimen. Nou, moet ik zeggen, dat vind ik een hele goeie. En die was de Barbie-kasten opnieuw aan het inrichten. Zo, echt zo verschrikkelijk schattig. Ik heb net de hele kast gedweld, dus de vloer is nat. En ja, je kan er wel doorheen lopen, maar dan vind ik altijd dat je een beetje voor niks dwelt. Oh, die ligt al zo nu. Dus... Ik laat hem even drogen. Ik drink even thee, dan is hij daarna droog. En dan ga ik weer beginnen met de ene kant inruimen. Sorry, waterkoop is een beetje herrie. En dan ga ik even kijken of het vandaag lukt om de andere kant. Maar dat denk ik niet. Want we gaan natuurlijk daar ook weg en daarna slaapt Sarah. Dus dat schiet ook niet meer zo heel erg op. Plus, het is ook wel fijn als we vanavond enigszins onze slaapkamer in kunnen om te slapen. Wel te denken. Ik ga wel weer een hoop dingetjes ook weer wegdoen. Ik ga even kijken of het lukt om dat ook op wat dingen op mijn Insta-story te zetten. Dus mocht je dan interesse hebben, ik weet helemaal niet wanneer ik dat dan precies het beste kan doen. Ik weet helemaal afspraken niet aan mijn hoofd. Echt. Ik ben er altijd zo slecht in. Deze vlog komt 2 november online. Nou, dan heb ik een drukke dag. Misschien dat dat lukt. Nou, anders, ik ga het proberen. Mijn Instagram is ook mama ophakken. Dus dan kan je me vinden. En als het me gaat lukken, komt het daar dus in mijn stories. Als je interesse hebt in ja, kleding en schoenen die ik verkoop. Want dan zet ik het daar op en dan zie je het vanzelf langskomen. En dan kan je daar eventueel ook reageren. En ik zit er, nee, ik ga het niet ook in de vlog dan laten zien. Dat vind ik niet handig. Het beste is dan gewoon even daar kijken. Dan komt het vanzelf langs. Maar even kijken, want ik heb natuurlijk ook mijn Facebookpagina. Mama pakken. En de ene keer pakt hij het daar wel door in de story. En de andere keer doet hij het daar niet door zetten. Dus ik ga even kijken of ik dat dan aan kan krijgen. Want dan zou het op Facebook bij Mama pakken ook in de story komen. Maar ik kan dus niet beloven of dat lukt. Moet je maar even in de gaten houden. Ik hoop dat het dus, als jullie dit zien, lukt. En anders ga ik proberen in de aankomende dagen. Maar we hebben even... Best wel wat dingetjes aan ons hoofd. Daar ga ik morgen of iets later nog wel wat meer over vertellen. Dus dat komen jullie allemaal nog te weten. Wij gaan naar de Halloween. We zijn met Marco, Naomi, Zeno en Sarah. Laten zien hoe eng jullie zijn. Nou ja,
Ik wil dat zien. Ik ben niet eng hoor. Ik ben niet eng. Nee, met een op jouw been niet eng. Ja. Jawel, ik zie er eng uit. Kijk maar. Gaan we er naartoe? Hebben jullie er zin in? Ja! Ja! Thuis en echt, ze heeft weer zoveel snoep en hier is echt ervan gegeten. Maar kijk, echt een aardige, ja. Soms laat ik dingen zien en dan is het in het echt veel meer dan dat het op beeld lijkt. Dat vind ik altijd zo stom. Ook dan edit ik mezelf en dan zeg ik echt, oh, het was echt heel veel. En dan denk ik op beeld,
is echt, zo ziet het er gewoon totaal niet uit. Terwijl het wel zo is. Het is zo raar, ik doe net mijn schoen uit en ik had helemaal nergens last van. En sinds ik mijn schoen uit heb, is het net of ik mijn enkel verstuikt heb. Oh, lekker die waterkoker weer er doorheen. Ik vertel het zo wel. Oké, poging 2, zonder de waterkoker op de achtergrond. Maar goed, ik deed mijn schoenen uit en ik wilde net gaan lopen en het deed zo'n pijn opeens. Ik kan er bijna niet op staan. Wat ik heb gedaan, weet ik niet. Ik word oud. Ik raak al kreupel van mijn schoenen uittrekken. Maar zie je nou te knikken? Ik vind het niet. Zitten nu even op de bank, tv te kijken, theetje, chippy erbij. Marco gaat zo slapen en dan ga ik nog even editen. En dan, ik moet nog 2 vlogs van de vakantie. En dan staan die er allemaal op. Echt zo vaag. Ik heb hier dus nu gewoon een bult zitten. En het doet gewoon echt pijn als ik eraan zit. Dus nu maar hopen dat als ik morgen wakker word, het gewoon weer weg is. Maar heel raar weer allemaal. Al te zeggen erg. Ik zit te editen en ik zit er zo in. Ik was de Fantasialand vlog aan het editen. En sowieso heel erg leuk om dat dan allemaal weer terug te zien. Maar het was heel veel beeldmateriaal, heel veel om uit te zoeken. En ik zat er zo in. En ik heb hem ook bijna helemaal af. En ja, die video wordt denk ik een kwartiertje. Maar ik denk dat het bijna 2,5 uur beeldmateriaal was. Daar schrok ik ook echt heel erg van. Ik heb hem denk ik echt voor 90% af. Maar ik kijk op de klok en het is al te goed. Dat is 2 uur. En ik kan nog steeds niet lopen op mijn voeten na. Het doet echt heel erg pijn. Ik ruim dus heel snel wat op en dan ga ik lekker mijn bedje snel in. Dus bedankt voor het kijken en tot morgen.